Ja, welkom bij Alternatief Forum met regelmatig de politieke actualiteiten. Vandaag deel 9, een Midden-Oosten special met twee bekende gezichten uit de alternatief media. Er zijn ook vaste gasten bij Alternatief TV. Peter Baas, bekend van zijn eigen podcast De Gulden Middenweg, waarop hij zijn visie en over de actualiteit geeft. En daarnaast oud-hoogleraar internationale betrekkingen Kees van der Peil. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gieterlink, vandaag in gesprek met Peter Baas en Kees van der Peil. Hartelijk welkom, heren. Een Midden-Oosten special, Israël en haar buren. We gaan even terug naar de Nederlandse politiek. 7 oktober is maandag herdacht. Hè? En wat dacht jij toen het hele kabinet aanwezig was in de synagoge? En overigens ook de belangrijkste partijleiders van de rechterkant daar waren. Ja, ieder staat het vrij om iedere demonstratie en bijeenkomst bij te wonen die hij goed denkt. Ja. Maar als ik zie wat er in Gaza en Israël op dit moment gebeurt, dan vind ik dat nogal cynisch. Ja. Stond jij er ook zo in, Kees? Nou, ik vind het ook. Er zijn mensen die hebben gezegd, ongeacht je standpunt over het historische bestaansrecht van Israël, wat hier in Gaza gebeurt, gewoon naar menselijke maatstaf, is zo verschrikkelijk dat je daar in het openbaar nooit je instemming mee mag betuigen. En zo voel ik dat ook. Ik stuur elke dag een paar beelden over wat er met kinderen gebeurt, inderdaad door pure moedwil. Eigenlijk tegen mijn zin, omdat ik zelf een soort ramptoerisme vind. Maar ik vind, als we dat niet doen, dan verliezen we uit het oog wat zich voor onze ogen afspeelt. Ja, verder, ik stond op dat moment eigenlijk op de Dam bij een pro-Israël demonstratie. Het viel mij trouwens op dat dat niet door de Joodse gemeenschap was georganiseerd, maar door christenen pro-Israël. Daar stonden inderdaad allemaal vriendelijke mensen met vlaggen. En daar werd inderdaad ook geschreeuwd van afstand, want er was een tegendemonstratie die vanaf het Centraal Station naar de Dam kwam. En die was goedgekeurd en later begreep ik dat 320 mensen die in die tegendemonstratie zijn opgepakt en weggevoerd door op bevel van mevrouw Halsema. Wat was jouw reactie daarop? Ja, ik ben daar niet bij geweest. Ik weet niet precies wat daar zich afgespeeld heeft. Ja. Ik vind dat demonstranten, die moeten onder normale omstandigheden elkaar met rust laten. Ja. Dus de ene demonstreert en de andere demonstreert ook. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat de gemoederen zo verhit zijn geraakt door alle beelden die nu via social media naar buiten komen over Israël en wat er in Gaza gebeurt. Dat mensen zeggen, ja, dit kan gewoon niet. Je kunt niet hier allerlei herdenkingen gaan houden. Ook het Holocaust Museum een herdenking houden, terwijl er eigenlijk een Holocaust op dit moment, as we speak, in Gaza plaatsvindt. Ja, dus ik kan me de woede van een heleboel mensen kan ik mij heel goed voorstellen. En ik hoop dat de gemoederen bedaren en dat Nederland, de Nederlandse politiek zich gaat realiseren wat daar gebeurt. En niet als een hondje achter Israël blijft aanlopen. En dat is iets wat mij toch wel heel erg stoort. Ja. Dat op dit moment wel het geval is. Kees, hoe zie jij die situatie in de Nederlandse politiek en de manier waarop dan om wordt gegaan met die tegendemonstrant? Nou, ik vind wat mij de meeste angst in boezem deze dagen is de kwaliteit van de mensen die ons vertegenwoordigen in de politiek. Dus de leiders. Ik zag net de foto waar je dan Jesse Geus en Van der Plas ziet zitten op zo'n eerste rij bij zo'n herdenking. Ik vind ook dat hele idee van die herdenking en die datum eruit pikken, terwijl we het hebben over een false flag operatie tot en met, ja, die bedoeld is om de
om de uitroeiing van de Palestijnen in Gaza en de kostbare onroerend goed wat daar beschikbaar komt voor Israël te reserveren. Zo'n herdenking gaat zijn eigen leven leiden voordat je het weet. Straks krijgen we de jaarlijkse 7 oktober herdenking en dan weet niemand natuurlijk meer wat er eigenlijk precies gebeurd is. Nou ja, misschien is dan goed om ons nu af te vragen wat er wel gebeurd is op die 7 oktober. Zaterdagochtend 7 oktober stonden er 1000 Hamas-strijders voor wat toch heet de best bewaakte grens ter wereld tussen Gaza en... Met trilsensoren, met geluidssensoren erin, met camera's erin. Met satellieten. Met automatisch vurende mitrailleurs op de muren, et cetera, et cetera. Op 15 plaatsen werd met bulldozers het hek opengemaakt. En explosieven de muren. En niemand deed wat. Nee. En 1000 Hamas-strijders ongeveer met motortjes en auto's ging naar buiten. Ja. Niemand deed wat. Ze namen de omliggende dorpen. Niemand deed wat. Ze kwamen bij het kibbutz Be'eri. Niemand reageerde. Ze kwamen op festival Nova. Festival heet het volgens mij. En ze namen overal gijzelaars. En pas na 4 uur trad het Israëlische leger op. Ja. En hoe? Met een operatie tegen de eigen bevolking. Ik weet niet of je gezien hebt die beelden van de parkeerplaatsen. Ja. Waar honderden auto's tot schroot opgemaakt op elkaar gestapeld lagen. Nou, die zijn door helikopters, Israëlische helikopters. Gevechtshelikopters. Met Hellfire raketten zijn precies, die kapotgeschoten. Ja, en dan een heleboel mensen, eigen mensen ook doodgeschoten. Het is allemaal te erg om waar te zijn. Maar kijk, we praten over een maatschappij waar het de waardering voor het menselijk leven langzamerhand naar een zo diep... Zo'n diep punt is gezakt dat het, of het nou je eigen mensen zijn of andere mensen, dat maakt helemaal niks meer uit. We krijgen dagelijks informatie over de martelpraktijken van Israël. Gisteren waren er beelden van hoe de gevangenissen aangevallen worden. Moet je je voorstellen, gevangenissen aanvallen. Je hebt mensen die opgesloten zitten in cellen en dan komen er zwaar bewapende en met helmen uitgerust gevangenispersoneel. Die stormen daar naar binnen en gaan die mensen nog eens een keer... vernederen, kleineren, mishandelen. Honden erbij. Ja. Het is misschien wel goed ook voor het publiek om te weten dat de doelstelling, waarvan Hamas zelf zei dat dat haar doelstelling was, om een paar honderd gijzelaars te nemen, dat hebben ze overigens ook gedaan, en die mee te nemen. Waarom gijzelaars? Omdat ze die wilden ruilen met een paar duizend. Met de 9000, circa 9000 Palestijnen die in concentratiekampen in de Negev-woestijnen zitten. En daarbij, vaak zonder proces in de Israëlische gevangenis. Precies, in zogenaamde administrative detention. En dat betekent geen aanklacht, geen rechtsbijstand. De familie weet niet waar die mensen zijn. Die worden gemarteld, die worden gesodomiseerd. Hè. Dat is het voorval wat Kees net, mannen gesodomiseerd. Dus het is gewoon verschrikkelijk. En dat was het doel. En daar werd meteen op ingespeeld door allerlei organisaties, Joodse organisaties. Die begonnen dat er 40 baby's onthoofd waren, dat er vrouwen verkracht zijn, dat er baby's in ovens gelegd zijn, et cetera, et cetera. Nou, daar werd meteen een enorm verhaal gesponnen, natuurlijk, om de wereld zover te krijgen dat ze bereid waren om Israël te volgen in de enorme slachting die er daarna in Gaza is aangericht. En dat is allemaal debunked. Ik raad iedereen aan om de film van Max Blumenthal te kijken. En dat heet Atrocity. En daar zie je in... Bekende Joods-Amerikaanse, zeer kritische onderzoeksjournalist. Ja. Die genadeloos alle problemen en ook misdaden binnen de staat Israël blootlegt. En daar komt dat decreet, dat Hannibal-decreet gaat er een rol bij spelen. Hè? Dus dat betekent dat het Israëlische leger eigenlijk de opdracht heeft, zodra ze zien dat er gijzelaars genomen worden, om dan ook hun eigen gijzelaars dood te schieten. Ja. Hè? Dus niet alleen degene die de gijzelaars nemen, maar ook hun eigen mensen dood te schieten. Nou, als je dat verder doortrekt, dan vraag je je af wanneer eindigt dat
Hannibal de Kreet. Ja. He, want ik ben in de veronderstelling dat de gijzelaars nu voor Hamas meer waard zijn dan voor de Israëli's. Immers, de Israëli's die zijn gewoon bereid om hun eigen mensen dood te schieten als ze gijzelaar genomen worden. Kees, jouw reactie. Ja, precies hetzelfde. Echt waar, in mijn inmiddels lange leven heb ik nog nooit meegemaakt. Maar dat komt ook doordat de sociale media je natuurlijk in staat stellen om dingen te zien die tot nu toe altijd verborgen bleven. Ja. Heb ik nog nooit meegemaakt een zodanige slachting, een zodanige mensonwaardige gebeurtenissen. Zoveel kwade wil, zoveel sadisme als hier tentoongespreid wordt door Israël. Die staat is dus bezig, naar mijn mening, om zijn eigen bestaan voor altijd op te heffen. En voor mijn part mag het vandaag en hoef ik niet meer te wachten tot morgen. Ja, dat is wel een hele radicale... Doktoren doodgeschoten, 200 journalisten doodgeschoten, kinderen doodgeschoten. Door scherpschutters. Ja. Burgers die over de corridor die nu in Gaza in twee delen deelt, die weg die is aangelegd van westen naar oost, die daar overheen willen lopen omdat ze terug willen naar hun eigen woningen in Noord-Gaza. Die worden genadeloos worden die omgelegd. De teller staat nu wat betreft de hoeveelheid Palestijnse doden in Gaza op rond de 40.000. Waarvan het overgrote deel bestaat uit vrouwen en kinderen. Ja. En dat heeft onder andere te maken, heb ik altijd gezegd, omdat men vrij willekeurig bombardeert en alles tot schoot maakt. En dat de Hamas-strijders, dat zijn in het algemeen jonge, getrainde mannen, de enige zijn die in die bombardementen zichzelf redelijk weten te beschermen. Moet je voorstellen, Nederlandse militairen die in Bosnië geweest zijn, die komen terug en krijgen psychische klachten. Ja. Hebben een trauma, kunnen niet meer functioneren in de samenleving. Moet je voorstellen wat het betekent voor al die kinderen die daar leven, tussen het puin. Hoe die getraumatiseerd zijn. Voor een hele leven. Als ze het al overleven natuurlijk. Ik begreep dat de cijfers waren van de VN. Waar ze ook nog eens een keer met 30.000 getraumatiseerde. Maar ook gemutileerde kinderen. Het hoogste aantal. Gehandicapte kinderen te maken had. Het hoogste aantal gemutileerde kinderen per hoofd van de bevolking in de hele wereld. Er is geen plek waar meer kinderen met geen handen, geen benen enzovoort leven als gevolg van de Israëlische oorlogshandelingen. Ja. En de lopende band die loopt van Amerika en een aantal andere NAVO-landen, inclusief Nederland, die permanent explosieven aanvoert, onderdelen aanvoert. Wij leveren onderdelen voor de F-35 vliegtuigen, waarvan er gelukkig een paar vernietigd zijn door de Iraanse aanval op Nevatim. Basis in de Negev. Ja, daar komen we zo nog even op. Wat er precies gebeurd is. Maar nog even wat we het afgelopen jaar met name in de Gaza-oorlog hebben gezien. Misschien moeten we daar toch nog even over nemen. We hebben een aantal elementen gehoord. Iedereen weet inmiddels, de mensen die zijn van het noorden, zijn ze naar het zuiden, naar de zogenaamde veilige zones zijn ze verhuisd. Ja. Die zijn tijdens die marsen, veel mensen die moesten dat te voet doen, zijn ze gebombardeerd. Er zijn UN-auto's zijn er gebombardeerd. Er zijn journalisten zijn er doodgeschoten. Die mensen die zaten toen in dat gebied. Vervolgens werd er gezegd, nu zit Hamas ook in dat gebied, dus jullie moeten eruit, weer naar een ander gebied. Dus die mensen die hebben helemaal niks, die hebben, zoals meneer Gallant zei, ze krijgen geen water, ze krijgen geen eten, ze krijgen geen brandstof, ze krijgen helemaal niets, we sluiten het helemaal compleet af. Dus er is een groep mensen van 2 miljoen, die zitten daar zonder de noodzakelijke voorzieningen. De ziekenhuizen zijn kapotgeschoten, er zijn geen medische voorzieningen. Moet je voorstellen, hoe moet je een kind in hemelsnaam amputeren als er geen anesthesie kan worden toegepast? Dan geef je die een klap op het hoofd en dan ga je maar zagen of zo aan het been. Het is werkelijk te afgrijzelijk voor woorden. Ja. En als je dan bedenkt dat zich allemaal voor onze ogen afspeelt, hè, dat is nu allemaal gedocumenteerd. Het wordt echt heel erg goed gedocumenteerd door sommige mensen. En je ziet dan dat er op 7 oktober de Nederlandse regering deel gaat nemen aan een bijeenkomst die min of meer
ten faveur van Israël is, dan... Zelfs georganiseerd is door de Israëlische ambassade in samenwerking met het Joodse overleg is die georganiseerd. En die hebben ook de Nederlandse regering en de politieke leiders, waaronder dan de mensen die je noemt, waaronder meneer Wilders, die iedereen die hem niet aanstaat een antisemiet noemt. Als je nu naar Gaza kijkt, er staat geen steen meer op de andere. Nee. Het is compleet vernield. En dat is kapot geschoten, kapot geëxplodeerd. Er zijn ook andere films te zien, onder andere van een meneer die bij Osborne geweest is. Bij Pieter Osborne raad ik ook iedereen aan om te kijken. Dan zie je militairen die staan dan en die maken selfies van zichzelf. En op de achtergrond wordt er een school, wordt er met een enorme klap wordt er de lucht in geblazen. Ja. Hoe kan het zijn? De oorlogsmisdaden en de misdrijven tegen de menselijkheid, die zijn gewoon gedocumenteerd. En ze zijn er nog trots op ook. Ja, ze staan erbij te lachen. En dat moet je dan afzetten tegen die zwaarmoedige gezichten op de eerste rij van de Nederlandse regeringsleden. Die zitten te kijken alsof ze de Tweede Wereldoorlog herdenken. Begrijp je? Dat is het schrijnende. En dat kan ook alleen maar omdat de media uitgevallen zijn. Omdat het hele politieke proces uitgevallen is. Er is geen element van kritiek meer. Geen rationele poging om dit te openen. Ja, maar het zo. Want we moeten erover praten hoe dit kan. Het is wel zo natuurlijk, dat laten we wel zeggen. Belangrijk deel van de mainstream media. Ook waar wij zoveel kritiek op hebben, het NRC, de Volkskrant, de NOS, maar ook internationaal. Ik heb ook de BBC gesproken natuurlijk, of gezien, Al Jazeera. Die geven natuurlijk toch wel een aantal van die dingen weer. Zijn ook kritisch, misschien iets minder kritisch dan wij, maar zij zijn toch kritisch. Maar dat komt op een of andere manier in de toppen van met name politiek, in Amerika, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland niet echt door. Nee, maar dat we hebben het allemaal gehoord, de gevleugelde uitspraak. It's the economy, stupid. En dat heeft zo'n belangrijke rol is dat te gaan spelen, dat de menselijke maat en de menselijke verhoudingen... Maar waarom is het... economie, want we zijn toch bezig... Zij zijn toch ook bezig zichzelf te vernietigen, ook economisch? Kijk... De bedoeling, er zijn een aantal projecten. Je kunt je afvragen, waarom heeft Israël nu die muren en zo neergezet om de Westbank en om Gaza? Eigenlijk is het zo dat het allemaal gebaseerd is op angst van de Israëli's zelf. En eigenlijk is het zo dat wij noemen Gaza een openluchtconcentratiekamp. Maar eigenlijk is het zo dat Israël een openluchtconcentratiekamp is. De mensen worden daar op school van kinds af aan bijgebracht dat de goyim, dat die levensgevaarlijk zijn en dat die maar één ding willen en dat is een nieuwe holocaust tegen ze inrichten. En er is een hele mooie documentaire over van een Joodse lerares die dat op een fantastische manier uitlegt van hoe de kinderen geïndoctrineerd worden over goyim en het gevaar van de goyim. En ze zegt daarbij, als die kinderen dan vervolgens 18 jaar zijn en die komen in het leger, gaan ze helemaal compleet los. Op de Palestijnen. Ja. Zij zegt ook, de Palestijnen worden in Israël helemaal niet besproken. Dat is een soort, dat zijn een soort untermenschen. Daar heb je het helemaal niet over. Nee. Weet je, eigenlijk... Even nog voor het publiek. Er wonen 2,3 miljoen mensen in Gaza. Dat is een afgesloten exclave met wat heet de beste bewaakte grens ter wereld. Daar gingen ze dan doorheen, makkelijk op 7 oktober. En we hebben de Westbank, wat het andere stuk is van wat de staat Palestina zou moeten zijn. Wat er overgebleven is. Daar wonen 3 miljoen mensen, 3 miljoen Palestijnen in steden. Maar daar hebben zich, met steun van de Israëlische overheid, 600.000 Joodse kolonisten gevestigd. Settlers gevestigd, En die wonen in eigen nederzettingen. Op heuveltoppen. En daar zijn 600 checkpoints en roadblocks. En er is een muur gebouwd vanaf ongeveer 2000 van 700 kilometer. Waarvan ik altijd roep, het is of ze de Berlijnse muur destijds hebben afgebroken en die gewoon daar hebben opengebouwd. Ja. Want zo ziet die muur er namelijk uit. Als je ook het kaartje ziet van wat er nog al aan Palestijns gebied in die Westbank over is.
Nou, dan dat zijn... Ja, dat zijn die steden, die 8 steden ja, met name. Ja, precies. En verder, ja. En verder komen de settlers, die komen daar. En dat is een hele organisatie en die wordt geleid door mevrouw Danielle Weiss. Ja. En dat is het hoofd van die settlers. En die zetten zogenaamde outposts op. Dus die zetten een oude autobus zetten ze op een heuveltop. We bouwen daar een paar hokken omheen. Ja. En zo spreidt dat zich verder. Jagen de herders van het land af. Jagen de Palestijnen van het land af. En als er een conflict of een probleem is... Dan bellen zij en dan komt het IDF. En die kiezen natuurlijk de partij voor de IDF zetten. Is Israël Defense Force, het leger. Ja. En er zijn ook veel mensen die hebben uniformen aangetrokken van het IDF. Ze zijn allemaal bewapend. Ze hebben allemaal automatische wapens. En die jagen de Palestijnen eraf. En dan komt er een hele grote bulldozer. Die gehate bulldozer. Die zullen de kijkers en de luisteraars ook wel inmiddels een paar keer gezien hebben. Die gehate Caterpillar bulldozers. En die bulldozeren gewoon de huizen van de Palestijnen, bulldozeren ze om. Ze bulldozeren de olijfbomen om. Ze trekken de straten met een hele grote hakenpot. Ze trekken de lantaarnpalen en de elektriciteitsvoorzieningen en de waterleidingen kapot. Het is werkelijk ongelooflijk. Ja, nou ja, normaal leven wordt daar volledig onmogelijk gemaakt. Het is op de Westbank is het al een hel op aarde. Ja. Nou, Gaza is beyond, begrijp je? Dat is... Zo erg. En ja, wat je daar. Ik heb ook gehoord dat het minstens 15 jaar zal duren als je dat zou willen opbouwen. Alleen al om het bouwmateriaal daarheen te krijgen. En de puin op te ruimen. Inderdaad. Een van de wonderlijke dingen is eigenlijk dat sinds 1994 moeten we zeggen. Hè, in 1988 is de staat Palestina uitgeroepen door. Yasser Arafat, overigens niet daar, maar buiten, volgens mij ergens in Noord-Afrika, in Tunis. Ja. Ja. In begin jaren 90 hadden we de Oslo-akkoorden en toen kwam Yasser Arafat terecht in Ramallah. Yasser Arafat was toen de president van die Palestijnse staat, die op dit moment door 141 van de 193 landen in de wereld is erkend. Waaronder ook grote landen als Rusland, China en India. Maar overigens ook een aantal... Maar niet door Nederland. Maar niet door Nederland, niet door Duitsland, niet door Frankrijk. Wel door Frankrijk volgens mij, maar niet door Groot-Brittannië. En natuurlijk met name niet door de Verenigde Staten. Ja. Ja. En de opvolger van meneer Yasser Arafat is de huidige president van de Palestijnse autoriteit op Palestina, is Abbas. En die zit daar nog steeds, in Ramallah. Ja. Die is inmiddels miljardair geworden. Maar die heeft geen enkele macht. En die wordt door de Palestijnen gezien als een puppet van Amerika. Ja. Want die doet niets anders dan de orde bewaren. Nou ja, wel een van de tragische aspecten van als je probeert te begrijpen waarom steunen mensen nu Hamas, is dat de mensen die dan Fatah gesteund hebben, Fatah is eigenlijk de beweging die een deal heeft gemaakt met de Israëlische staat, dus al in de jaren 90, dat die gewoon niks bereikt hebben. Nou, je moet het volgens mij anders zien. De Palestijnse beweging was op een gegeven moment verjaagd naar Jordanië. In Jordanië heb je toen de Zwarte September gehad, waarbij een enorm bloedbad is aangericht onder de Palestijnen. Ja. Grote groepen Palestijnen zijn naar Libanon getrokken. Daar zijn ze achtervolgd en ook uitgemoord in Sabra en Shatila, onder andere in 1982. Ja. Ja. Vervolgens zijn ze naar Tunesië verjaagd, met de leiding. Ja. Dus als jij zegt, Arafat heeft het de staat Israël erkend, maar ook de staat Palestina uitgeroepen, dan moet je wel beseffen dat we dan praten over een staketsel van wat ooit de Palestijnse bevolking en de Palestijnse politieke beweging was. Het is een zwaar gehavende wrakhout van wat het oorspronkelijk was. Op het moment dat die handtekening is gezet. Inderdaad, Oslo-akkoorden. 2 jaar later wordt de man die die akkoorden getekend heeft, Rabin,
van Israël wordt vermoord door een radicale Zionist. Dus we praten over een project dat nooit van de grond is gekomen en waar de Palestijnen hun instemming mee hebben betuigd op een moment dat ze in feite volledig verslagen waren. Nee, de grond, dat was waar. De grond lagen, ja. Kijken, ik ga in de hele discussie natuurlijk het liefst terug naar 1947. Dat is het opdelingsplan 191, resolutie 191, ja. Waarin de Verenigde Naties besloten heeft dat er een staat Israël en een staat Palestina kon komen. En dus een landverdelingsplan tot stand heeft gebracht. Ja, dat is mislukt in feite. Ja, daar moet je heel precies zijn. Het is voorgesteld door Bernadotte, de Zweedse bemiddelaar. Ja. Wat gebeurt er? Bernadotte wordt vermoord door Zionistische activisten. De Arabieren delen onmiddellijk mee dat voor hun dit geen acceptabel plan is. Wat valt er te verdelen? Er woonden voor de oorlog 100.000 Joodse kolonisten en 600.000 tot 700.000 Palestijnen in Palestina. Ja, Eerste Wereldoorlog. Je kunt niet ontkennen ik heb dan de cijfers bestudeerd. Eind 19e eeuw was de Joodse bevolking ongeveer 10% bij de situatie. Maar na de Balfour Declaration van 1917 is het zo dat de hoeveelheid Joden met honderdduizenden in die periode is gestegen. Ja. Dat gaf ook enorme conflicten. Ja, in 37, kijk, het is echt pas vrij laat op gang gekomen. En in 37 is het tot echte rellen gekomen. Toen maar in 1948, volgens mijn gegevens, was het zo dat er ongeveer 1 miljoen Palestijnen waren, Arabisch Palestijnen, maar ongeveer 600.000 Joodse. Kan na het landen van schepen als de Exodus en zo, die dus kolonisten uit Europa brachten. Ja. Maar goed, kijk, die feiten die moeten zo te achterhalen zijn, daar hoeven we verder niet over te twisten. Maar waar het om gaat, is dat de Arabieren toen hebben gezegd, hoor eens even, en dat was een brief van de Egyptische premier aan Roosevelt in eerste instantie en in tweede instantie aan Truman. Roosevelt had namelijk gezegd, dit wordt niks, het wordt permanent vechten. Ja. En die Egyptische premier heeft toen geschreven aan Truman, denk erom, in ons deel van de wereld hebben de Joden altijd aan tafel mogen zitten. We hebben nooit gediscrimineerd ten aanzien van de people of the book. Hè, de mensen die ook in één Abrahamische God geloven. Mm. Maar nu halen we mensen binnen die uit de Europese traditie komen, waarin het altijd strijd is geweest tussen Joden en de hen omringende maatschappij. Of dat nou is in Rusland, orthodoxe kerk, katholieke kerk in Europa enzovoort. Dus hebben ze gezegd, wij willen die lui hier niet hebben. En zeker niet als wij ze zien komen met een ideologie die er uiteindelijk op gericht is dat zij de suprematie krijgen in ons deel van de wereld. En dat is Zionisme. Ja, en dat Zionisme dat heeft dus van het moment dat men daar de eigen staat eenzijdig heeft uitgeroepen, want dat was dus niet de invulling van het twee-statenplan, het was de eenzijdige uitroeping van de staat Israël. Ja, maar vanaf dat moment tot nu is het oorlog geweest. Maar daar heeft de VN, dat klopt, maar daar heeft de VN natuurlijk wel zelf in 1947 met die resolutie de basis voor geschapen. En de Britten, die het mandaat hadden, hebben dat uitgevoerd. Oh ja. Hebben het niet uitgevoerd. Het Britse commando is in het Koning David Hotel opgeblazen door Joodse extremisten. En heeft zich toen teruggetrokken. Omdat ze wel andere dingen te doen hadden met een bijna failliet land aan het eind van twee wereldoorlogen. Ja, nou, ik wil nog even terug naar Libanon. We hebben de Westbank behandeld. Want ik maak dezelfde fout om even helemaal terug te gaan in de geschiedenis. Maar ik wil ook even naar Libanon. Ja. Dus we hebben Gaza behandeld, we hebben de Westbank behandeld. En vervolgens zijn de ogen nu gericht op Libanon. Dat begon met die explosies van pagers en walkie-talkies. Verschrikkelijk. 3000 gewonden en 37 doden. Dat heeft de oorlog en de wereld definitief veranderd. Ja, in welke zin? Nou, dat betekent, dit is een zo willekeurige, tegen civilisten gerichte actie, dat het kan bij iedereen gebeuren. Hè. Je kunt als je nu
een apparaat koopt waar een batterij in zit, kun je niet meer zeker zijn dat je niet op afstand opgeblazen wordt als dat uitkomt. Dit is dermate veranderend in de wereld dat... Eigenlijk je denkt, ja, dat kunnen terroristen zelf ook gaan doen natuurlijk. Precies. Dit is een terreurdaad. Precies. Ja. Op massale schaal. En je kunt vervolgens ook niet meer zien wie dat doet. Het is precies hetzelfde alsof je bommen in verschillende landen... Dit zijn dan kleine bommen. Maar het is net alsof je verschillende bommen in allerlei landen gaat plaatsen en tot ontploffingen gaat brengen. Nou ja, wat is een kleine bom als je met 3 gram explosief iemand kan doden via zo'n klein apparaatje. Ja. En dat heeft ook kinderen weer geraakt. Hè? Kinderen die een pieper hoorden afgaan, zeiden papa, je pieper gaat af en die pieper mee naar papa namen. En zelf, het is ook van een, de Amerikanen noemen dat cunning. Het is zo'n sluwe, gemene manier om dingen te doen. En ook daar zie je dat er in Nederland weer mensen zijn. Die vinden dat geweldig. Kijk eens wat een geweldige... Hoe ingenieus ze zijn. En wat voor een enorme geheime diensten hebben om dat te kunnen doen, et cetera, et cetera. Ja. En dan denk ik van ja, morgen gebeurt het ook met jouw telefoon. Hoe weet je als je een nieuwe koopt of die geprepareerd is? Je bestelt hem ergens op internet en wie weet of daar ergens in de keten... je kiest hem niet zelf uit een aantal doosjes. Nee, wordt bij je thuis maar dit is natuurlijk een methodiek. Dit is een methodiek die nu geïntroduceerd is. Waarvan je en min of meer door westerse landen half als oorlogsmethodiek is aanvaard. Ja. Terwijl het natuurlijk, er zijn wel een aantal mensen geweest die gezegd hebben, ook uit de juridische sfeer, dit is eigenlijk een oorlogsmisdaad. Ja, dat is het. Het is een terroristische actie. Maar dat is allemaal niet groot overgenomen, toch? Kees, van jouw reactie? Nee. Nou ja, goed, maar het is toch zo dat vanaf 1948 alles wat Israël uitgevlooid heeft, altijd met de mantel der liefde is toegedekt. En in die zin is het dus helemaal geen verrassing dat wat er nu in Gaza gebeurt en op die andere plekken, en ook ten aanzien van Libanon, een brutale aanvalsoorlog, gewoon een land binnentrekken. Natuurlijk is er over en weer geschoten, maar ik heb een berekening gezien dat van neutrale instanties dat 82% van de afgevuurde raketten en projectielen van Israëlische zijde op Libanon zijn geweest en 18% terug. Ja. Van de Hezbollah-raketten maken 18%. Nou ja, en dan dus met 80 ton aan bunkerbusterbommen heel Zuid-Libanon of Zuid-Beirut. Waar men dus weet, daar moet ergens onder de grond die Nasrallah en zijn commando zitten. Ja. Nou ja, die pakken we dan in één keer en de hele wereld knikt. Maar ook in Damascus al iemand vermoord. Maar ja, ook in Teheran al iemand vermoord. En waar zijn nu al die deugdgeneuzen die het hadden over de soevereine rechten van Oekraïne en die zich zo druk maakten over het feit dat Rusland de soevereine rechten van Oekraïne schond? Ja, zijn dit geen soevereine rechten? Nee, maar goed, dat is duidelijk. De dood van de Hamas-leider Ismaël Haniyeh in Teheran, die gewoon door de Israëli's is vermoord. Dat is duidelijk, dat wordt ook niet ontkend. En 12 van zijn kinderen en kleinkinderen. Ja, zijn hele familie was al uitgemoord, voordat het zover kwam. Voordat hij zelf... dit was ook nog wat je noemt een soft-spoken man. Een hele rustige figuur die ondanks deze klappen die hem waren uitgedeeld... Maar is ook niet een probleem dat wij als Verenigde Staten en Europa die twee organisaties, Hezbollah en Hamas, niet als een soort overheidsorganisaties ziet, maar als terreurorganisaties. Ja, nog steeds. Nederland heeft zowel Hezbollah als Hamas op de terreurlijst. Elk interview op de media begint ook. Zelfs al hebben de media af en toe wel wat kanttekeningen bij het uitmoorden van burgers. Ja. Maar elk interview begint toch met, bent u bereid om Hamas als terreurorganisatie te herkennen? Ah, het is ongelooflijk. Zou niet een deel van de oplossing moeten zijn dat we eens erkennen dat Hamas door een groot deel van haar eigen volgers en bevolking wordt gezien als gekozen instituten, maar ook als bevrijdingsbeweging, maar ook als overheid. Want het is niet alleen
Ja, er zijn ook allerlei maatschappelijke instituten. Ze houden zich bezig met scholen, met de opvang van wezen, met ziekenhuizen, met maar is dat niet dat we Hamas en Hezbollah eigenlijk op een andere manier zouden gaan zien? Dat is natuurlijk onderdeel van het narratief wat ons steeds verteld wordt, dat dat terroristische organisaties zijn. Ja. En eigenlijk kan je het vergelijken als je zegt dat Gaza een openlucht concentratiekamp is. Dan veroordelen wij de uitbraakploeg uit het concentratiekamp, die veroordelen we. En de SS'ers die daar omheen staan en die uitbrakers schieten. Ja, nou ja, maar zo is het toch? Ja. Zo is het toch? Nee, dat is... Ik heb de vergelijking met de concentratiekampen in Duitsland. Ik wil niet zeggen dat de Israëlische SS'ers zijn. Nee. Kijk... Eigenlijk is het zo dat meneer Netanyahu, die gaat nu zo ver in zijn beleid. Die zit ook, voor een deel zit hij gevangen met de twee ultra-relies, Smotrich en Ben-Gvir. Ja. En die kan gewoon, die kan niet vooruit en achteruit. En die moet dus maar doen wat zij ook van hem vragen. Want anders eindigt het kabinet. En als het kabinet eindigt, dan komt meneer Netanyahu en zijn echtgenoten... En die komen allebei in de gevangenis. En niet alleen meer voor corruptie, maar ook nog voor oorlogsmisdrijven. Want er zijn in Israël, laten we dat niet vergeten. Ik heb op 14 oktober vorig jaar al een podcast opgenomen. Dat deze uitbraak eigenlijk een van God gezonde boodschap voor meneer Netanyahu was. Want Israël was op 6 oktober zover dat er bijna een burgeroorlog woedde. Ja. Het Israëlische volk was zo ongelooflijk boos op meneer Netanyahu dat hij probeerde het juridische systeem te veranderen. Ten faveure van zichzelf en ten faveure van het feit dat hij dan niet meer veroordeeld kan worden. Dat was echt bijna... Er stonden honderdduizenden mensen voor zijn woning. Ja, maar dat waren dus geen mensen die bijvoorbeeld ten aanzien van de Palestijnen een hele andere politiek voorstaan. Hè? Het is heel belangrijk om te zien dat weliswaar de figuur van Netanyahu omstreden is, maar dat er een verbijsterende eensgezindheid is in de Israëlische bevolking als het gaat ten aanzien van de Palestijnen. Genocidale houding tegenover de Palestijnen. Dat is ongelooflijk. Dat is alleen maar te verklaren uit het schoolsysteem. Het is ook zo natuurlijk dat het pijnlijke is dat de mensen die dan gijzelaar zijn genomen in dat festival en die kibbutz, dat waren natuurlijk wel juist de mensen die graag hadden willen samenwonen. Op een menselijke manier, meer softe, progressieve mensen, ook met Palestijnen. En ja, het pijnlijke is dat die door het Israëlisch geweld eigenlijk ook kapot zijn geschoten. Die hele kibbutz is aan flarden geschoten. Dat door festival. Ja, door die helikopters, et cetera. Ja. En je moet ook niet vergeten dat er ook een aantal dames bij waren die nu als onschuldige lyceummeisjes worden afgeschilderd, maar dat waren gewoon militairen. En als je ziet in de wervingsacties voor het IDF, want er komen uit de hele wereld komen er mensen die komen naar Israël en die komen na 3 maanden of een half jaar of een jaar dienen in het IDF en die verdienen daar dan een residentieverklaring of zo mee. Ja. En daar is zelfs seks voor gebruikt. Hè? Dus er worden nu allerlei plaatjes van mooie vrouwen worden er getoond. In een IDF-uniform met een automatisch wapen voor de borst, et cetera, et cetera. Want ja, waar het natuurlijk ook om gaat is de demografische piramide van Israël. Israël is als de dood dat de Palestijnen veel meer kinderen krijgen, hetgeen gebeurt. En daarmee zij in de minderheid belanden. Ja. Ja. Dan nog even, vorige week, 2 weken terug, heeft Iran 100, als genoegdoening 180 raketten afgeschoten op Israël. Die zijn op 4 militaire vliegvelden geland. En bij het hoofdkwartier van de Mossad. Hè? Een paar honderd meter gemist. Ja. Twee doden. Twee doden en ja, we weten niet precies wat de materiële schade is, met name aan die hele superdure F-35 JSF vliegtuigen, want daar waren ze op gericht. Misschien wel goed om ook neer te zetten dat niet willekeurige raketten waren die willekeurig ergens langs kwamen, maar die een duidelijk militair doel hadden, namelijk het uitschakelen van met name... Daarom zijn er ook maar twee doden. De schadige van met name die militaire vliegvelden in het hart van Israël. De eerste week in de oorlog in Libanon hebben ze 2000 Libanezen over de kling gejaagd. Ja. Dus dat is het verschil. Dus er worden hele blokken worden er opgeblazen om één man, meneer Nasrallah,
om die te treffen. Er zijn 80, 2000 ponten bommen zijn daar opgegooid. En er zijn ook hele gebieden, maar ook in Syrië wordt er gebombardeerd op dit moment. Ze zijn helemaal los. Ze zijn helemaal los. En dat komt omdat er een messiaanse gedachte en filosofie achter zit. Achter deze regering met Gallant en Smotrich en dergelijke. Dus zij redeneren niet meer vanuit een logica en vanuit een verstand en vanuit een diplomatieke... Zij willen de vervulling van een profetie realiseren. Dat is het Armageddon. En zij vertrouwen erop dat de komst van de Messias dan heel nabij is. En dat die Israël komt redden. Dat gaat dan in termen van Gog en Magog. Worden allerlei Bijbelse zaken worden daarbij gehaald. En en daarom is het volstrekt irrationeel. En is het ook zo gevaarlijk geworden. Er is nog een andere doctrine en dat is de Samson-doctrine in Israël. En die houdt in dat als Israël in een strategische gevarenzone zou komen van ondergang, dat ze de rest van de wereld vernietigen. En dat gaan ze doen met hun eigen kernwapens en met de onderzeeërs die bewapend zijn met kernwapens. En dan... Jij wil vast nog iets zeggen over de Samson. Nee, dat is precies hetzelfde. Ik heb dat boek van Seymour Hersh gelezen, de Samson Option, waarin dit helemaal uitgelegd wordt. En er zijn ook heel veel andere, bijvoorbeeld in Black Box was ook Marcel van Schilfhout. En die vertelde dat hij een uitzending heeft gemaakt voor de VPRO, waarin een deel zat met Martin van Krefeld, een bekende Joodse schrijver of Israëlische schrijver over oorlog, nieuwe vormen van oorlog. En die heeft diezelfde opvatting. Als je Martin van Krefeld opzoekt op Wikipedia of zo, dan zie je dat hij daar ook uitgebreid over spreekt. Militair historicus hier is het eigenlijk. Marcel van Schilfhout zei, dat deel was niet opgenomen in de documentaire. Dat is weer typisch natuurlijk voor onze mediapolitiek, want dat vindt men dan een beetje extreem. In plaats van te begrijpen, iemand die zegt dat niet zomaar uit de losse pols. Die heeft daar kennelijk een idee over. Ja. En daar moeten we dan meer van weten. Israël heeft 200 tot 400 atoomwapens. En nou, zeker de helft daarvan is natuurlijk voldoende om een mondiale catastrofe teweeg te brengen. Mag ik nog iets zeggen over Nasrallah? Ja. Ten overstaan van de Fransen en de Engelsen heeft meneer Nasrallah gezegd dat hij bereid was met de voorwaarden die de Israëli's gesteld hebben voor een wapenstilstand. Ja. En 24 uur later werd hij dood gebombardeerd. Precies. Dus daarin kan je zien, men wil geen twee-staten-oplossing. Men wil geen twee-staten-oplossing, men wil eigenlijk het hele gebied controleren. Eretz Israël wil men. Men wil tot aan de Litani-rivier in Libanon. Men wil een groot gedeelte van Syrië hebben, men wil Jordanië hebben, men wil Medina en Mekka hebben en men wil de Sinaï van Egypte hebben. Dat is Eretz Israël. En daar zijn gewoon voorbeelden van, dat zeg ik niet uit mijn duim. Meneer Netanyahu stond gewoon in de Verenigde Naties met een kaart en een plakkaat naast zich. En die zei, dit moet het worden. En dat zie je meneer Smotrich en meneer Wat vond jij van het optreden? Even meneer Netanyahu is naar de Verenigde Naties in New York gegaan. Kreeg daar ruimte om uitgebreid zijn verhaal te doen. Had meneer Poetin niet moeten doen, want die wordt direct gearresteerd. Het was natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Hij zei, this is the house of darkness. Jullie zijn allemaal tegen Israël. Jullie hebben alleen maar resoluties tegen Israël aangenomen. En er is geen enkel land waar tegen zoveel resoluties zijn aangenomen als dit. Daar stond hij even de hele boel, de internationale gemeenschap stond hij te schofferen. Wat hij overigens in het congres in Amerika ook deed. En daar stond hij de protesteerders die buiten stonden, stond hij het lesje te leren. En dat hele congres over de First Amendment, het freedom of speech, het artikel waar eigenlijk de hele Amerikaanse samenleving op gebaseerd is. Daar zei hij van, deze mensen moeten de mond gesnoerd worden. Wie is meneer Netanyahu, die eigenlijk Milekowski heet? Die komt uit Polen en die komt helemaal niet uit Israël. Zijn ouders zijn dat, hè? Hij is geboren in Israël, Netanyahu. Ja. Maar zijn ouders hebben een Poolse. Ze hebben allemaal hun naam veranderd. Ben-Gurion heet niet Ben-Gurion. Moshe de Jan heet niet Moshe de Jan. Sharon heet niet Sharon. Mevrouw Golda Meir heet niet Golda Meir. Ze komen allemaal uit Polen, Litouwen, Belarusia, Russia, et cetera, et cetera.
En dat zie je dus nu ook aan het standpunt wat Poetin inneemt. Poetin die heeft altijd de kool en de geit gespaard ten aanzien van Israël, omdat er 1,5 miljoen Russische Joden in Israël verblijven. Ja. Nou, en nu heb je gezien dat de Israëli's, omdat ze helemaal los zijn, hebben ze ook een Russische basis in Syrië. In Syrië gebombardeerd. En daar is een hele grote explosie geweest. Ja, nu heeft Poetin gezegd, nu is het klaar met jullie. En hij heeft daarnaast ook gezegd van iedereen die in Rusland wil komen wonen is welkom. En in het Westen hebben we dat opgevat van hij heeft dat gevraagd voor Fransen en Nederlanders en Belgen en Duitsers. Nee, dat heeft hij niet voor ons gevraagd. Dat heeft hij voor de Russen die in Israël wonen, heeft hij dat gevraagd. Want die wil hij graag terug hebben. Ja, ja, ja. Hoewel er in Rusland ook een enorme machtige zionistische lobby is. Ja. Die voor Poetin weer het moeilijker maakt om uitgesproken standpunten in te nemen. Ten aanzien van de misdaden van Israël. Ja, bijna alle oligarchen zijn, zijn van Joodse afkomst. Ja, nou maar goed, nou we dan toch. Want nu we het dan toch over Poetin hebben, moeten we het maar even hebben over de BRICS. Dus 22 en 24 oktober, dat is over 2 weken, is in de Tataarse hoofdstad, Russische hoofdstad Kazan, ten oosten van Moskou, is de grote BRICS-bijeenkomst van dit jaar onder voorzitterschap van Rusland. En ja, BRICS is niet alleen nu die 5 basislanden, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, maar er zijn natuurlijk de Iran. 4, Iran, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte als islamitische landen bijkomen. En de grote gast is meneer Erdogan, want Turkije heeft aangegeven dat ze deel willen worden van de BRICS. Kijk, ik heb gezien dat er zoveel frustratie is bij de mensen die deelnemen aan die Verenigde Natie-conferentie. Er is zoveel frustratie. Zij nemen een resolutie aan, die moet dan in de Veiligheidsraad bekrachtigd worden. En daar zie je dat er steeds 1 per land is, Amerika, wat het vetoot en het Verenigd Koninkrijk dat onthoudt zich dan of het is andersom. Maar dat heeft dus geen enkele functie meer. Het heeft geen enkele kracht meer. Er kan genocide gepleegd worden en de Veiligheidsraad grijpt niet in. Dus wat ik verwacht is dat de BRICS-landen een nieuwe Verenigde Naties gaan oprichten. En een nieuwe veiligheidsraad. Ja. En dat zullen we dan de komende. Wat denk jij, Kees? Nou, op het moment dat je even nadenkt over die BRICS. Nee, als om die stap te nemen moeten nog wel een aantal andere dingen gebeuren. Maar het is inderdaad zo dat vanuit de BRICS natuurlijk de BRICS-bank is voorgesteld. En dat is dat je een alternatief monetair financieel systeem hebt tegenover IMF en Wereldbank. Die door het Westen en Amerika in het bijzonder worden gedomineerd. Maar ik denk dat wat hier ook speelt, en daarom moeten we die BRICS niet alleen maar bekijken in termen van bruto nationaal product. Dit is een beschavingsmodel. En dat beschavingsmodel heeft als hoeksteen de nationale soevereiniteit. Dat wil zeggen, ieder land pakt de zaken aan naar eigen goeddunken. En ja, we mogen als Nederlanders met een klein stemmetje zeggen, hopelijk een beetje democratisch. Maar de BRICS staan op dit moment voor een beschaving waarin geen plaats is voor het soort genocidale oplossing van internationale problemen zoals Israël uitvoert, maar het Westen dus volledig steunt. Ook de oorlog in Oekraïne heeft genocidale aspecten. Ik bedoel, er wordt een hele Oekraïense mannelijke bevolking in de strijdbare leeftijd. Nou. Dat is nu 43 jaar is nu de gemiddelde leeftijd. Zullen mensen van zeggen dat dat natuurlijk ook minimaal. Heel veel mensen vinden dat de verantwoordelijkheid van Rusland, maar je moet toch zeggen dat Rusland daar ook in zit in ieder geval. Dat kan je niet ontkennen. Nee, natuurlijk zitten ze daarin. En ik hoop zelfs dat Rusland die oorlog met klinkende munt gaat winnen. Om de simpele reden, niet omdat ik partijdig ben op een primitieve voetbalachtige manier. Maar omdat als Rusland dit niet met grote overmacht wint, zullen er volgende westelijke avonturen komen. Want men heeft dus bij monden van die dwaas van Lindsey Graham, de enige senator
beruchte oorlogstoker die hier in Nederland al door premier Schoof officieel ontvangen is. Die Lindsey Graham heeft al gezegd, in Oekraïne en in Rusland zit zoveel waardevols in de grond, hè, aan grondstoffen, aan zeldzame mineralen, noem alles maar op. Ja. Dat moet de wereldeconomie namelijk ons te goede komen. En niet de Russen. Nee, precies. Want waarom zullen we de 144 miljoen Russen laten zitten op zo'n groot gebied met al die hulpstoffen? Ja, maar goed, hè, dat is nog weer een heel ander probleem. Wij zijn dus het genocidale model van de internationale betrekkingen. De BRICS staan daar tegenover met een heleboel schaduwzijden. Volgen van de eigen bevolking door China. Het communale geweld wat zich in India voltrekt tegen de moslims enzovoort. Dus we moeten niet denken dat daar een soort heilstaat uit gaat voortkomen. Maar er komt het soevereine staatsmodel en het intomen van het inzet van geweld. En wij zijn de moordenaars op dit moment. En wij ook, zijn het terroristische deel van de wereld. En ook het financiële geweld. Maar dat betekent... Het financiële geweld. Denk ook even aan de Wereldbank en het IMF. Als je ziet hoe die Verenigde Naties nu in elkaar zitten. Dat is een volledig Anglo-Saxisch opgericht. Hè? Meneer Rockefeller heeft dat opgericht. En mevrouw Alice Bailey heeft daar de filosofische punten onder gelegd. Daar kunt u het misschien ook nog eens over hebben. Dat realiseren de meeste mensen zich niet. Maar de machten, en dat is met UNESCO is dat zo geworden en de Wereldbank. Afrikaanse leiders die zeggen nu allemaal, loan sharks. Deze mensen die stoppen via een puppet ons land zo vol met leningen. Die maken daar allerlei zekerhedenclausules bij. En op het moment dat we een termijn missen, dan moeten wij die mijn moeten we overdragen aan de leningverschaffer. Nee. Of ons treinenstelsel, of onze haven, et cetera, et cetera. Ja, maar ik bracht de BRICS in, niet om een enorm verhaal over de BRICS te dingen, maar de relatie tussen Israël en de BRICS. En wat mijn... inschatting natuurlijk heel sterk is dat dat Rusland, China en de islamitische landen met name op elkaar worden gedreven en tegenover het Westen komen te staan en dat doen wij zelf en dat is dan met name de Verenigde Staten in Europa die doen dat voor ons, met twee bijna proxymachten, dat is Oekraïne en Israël. Ja. En die laatste landen zijn ongemeen agressief en zijn bereid tot ongemeen geweld. Ja. En die krijgen hun wapens en ook hun, laten we zeggen, morele legitimatie van ons. En miljarden aan cash. Van belastinggeld, ja. En dat wordt gepresenteerd of dat allemaal gaat over vrijheid, democratie en een soort beschavingsoffensief. Je hoort dat allerlei mensen zeggen, Scott Ritter zegt dat, Douglas McGregor zegt dat, professor Mersheimer zegt dat. Wij hebben eigenlijk helemaal geen diplomatie meer over. Wij zijn het vingerspitsengevoel van de diplomatie, zoals een Lavrov dat heeft, zijn we helemaal kwijt. Want wij zijn gewend om twee dingen te zeggen. Zo ga jij het doen en als je het niet doet, then we bomb you to hell. Ja, dat is de diplomatie. Dus het onderhandelen en het praten en het sonderen bij elkaar, dat is er helemaal niet meer. Ja. En dat is levensgevaarlijk. Nog even terug naar een ander onderwerp, Israël, de economie. Ja. Wat is het effect van deze oorlogen, allereerst in Gaza, nu in Libanon, met het oog op Iran, op de economie in Israël? We hebben al gezegd, de haven van Eilat is failliet. Ja. De haven van Haifa is voor een groot deel gesloten, omdat er dreiging is van Hezbollah-raketten. Dus het zal maar jij weet vast nog wel een aantal andere elementen die consequenties hebben. Er zijn ruim 60.000 Israëli's zijn naar het noorden van Israël gevlucht. Hè. Dat wordt nu ook aangevoerd als de reden waarom het Israëlische leger in Libanon binnenvalt. Ja. Om een buffer te creëren. Overigens heb ik plaatjes laten zien dat alle Libanese stadjes die onder de Litani-rivier liggen, die hebben allemaal al Israëlische, Hebreeuwse namen gekregen. Ja, ja. Maar dat terzijde. Is dat zo? Ja, in Libanon? In Libanon. Er worden nu reclames gemaakt dat de Litani-rivier niet ten volle benut wordt, omdat je daar zo fijn zou kunnen raften. Iets wat daar internationaal recht Libanon is, zuidelijk Libanon,
daar worden er zijn Hebreeuwse namen opengeplakt. Ja, die zijn er allemaal al in kaarten te zien en dergelijke. Dus, maar goed, dus de 60.000 mensen die niet wonen, dus die kunnen ook niet naar hun werk. Die zitten in hotels, dat kost de Israëlische staat natuurlijk ongelooflijk veel geld. Dus die willen dolgraag en die zitten natuurlijk te protesteren. Je weet precies hoe dat in Israël gaat. Ja. Dat gaat met veel aplomb. Dus ja, die mensen die willen terug. Nou ja, dat is een enorme gebeuren. Wat denk je van al die militairen die er zijn? Dat zijn allemaal reservisten. Voor het grootste gedeelte reservisten. Dus dat zijn allemaal werknemers die niet in een softwarebedrijf of een wapenbedrijf... Ik begrijp dat er 300.000, nou er zijn wel 250.000 ook professionals... Maar er zijn 300.000 reservisten gemobiliseerd aan het begin van de Gaza-oorlog. Daarnaast, wie wil er nu nog een Israëlische dadel kopen? Israëlische sperzieboontjes of olie? Wat denk je van toerisme? Van het toerisme, precies. Ik kan me nog herinneren dat een jaar geleden de interims in Amsterdam beschilderd waren met uw favoriete vakantieland, Israël. Ja. Dat schilderen is trouwens heel erg mooi. Want ze kunnen zo'n hele tram dan tot een soort strandscène ombouwen. Maar goed, dat is dus allemaal weg. Nou staat daar natuurlijk wel de bedragen tegenover die vanuit Amerika komen. Want het mag dan zo zijn dat in North Carolina de slachtoffers van die enorme tornado... Overstroming. Overstroming, dat die dus... per persoon $750 hebben gekregen van de regering. Maar dat zijn niet de bedragen die naar Israël gaan. Daar praten we dus over meerdere miljarden. Dus er komt cash binnen voor naar mijn mening, royaal compenseert, zij nooit op termijn natuurlijk, wat er wegvalt aan economische inkomsten. Ja, maar goed, je moet ook wel vaststellen, ik neem aan dat deze hele operatie... in ieder geval voorlopig een enorme klap is in het nationaal inkomen. En natuurlijk. Economie. Ja. Ik heb daar niet heel. Ik weet niet of jullie daar heel precies cijfers over hebben. Worden olie- en gasplatforms voor de kusten worden erin branden geschoten. En er komen natuurlijk geen goederen meer aan in Nederland. Het is niet alleen dat die haven failliet is, oké, maar er komen ook geen goederen komen daar meer aan. Die worden door de Houthis onder vuur genomen. En ja, je krijgt natuurlijk ook het plan wat ze hadden voor het Ben-Gurion-kanaal, wat van Eilat zo door de Negev-woestijn naar Noord-Gaza, naar de Middellandse Zee zou lopen. En dat concurrentie zou gaan aandoen aan het Suezkanaal. Ja. En dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven in de grote goederenstroom, waar nu eigenlijk het wereldgevecht over gaande is. Gaan we die goederenstroom, gaan we die nu over Iran leiden? Of gaan we die via Israël naar Europa leiden? Dat is een... Oorspronkelijk was het via het Suezkanaal in Egypte. Precies. Nou, maar sinds 1867 even... Het is de grootste inkomstenbron van de Egyptenaren. Ja. Dus je kunt je voorstellen als je dat kanaal verbetert en verbreedt... en je legt dat door Israël aan, dat je daar concurrentie aan doet. Ja. En dat is ook de reden, naar mijn stellige overtuiging... waarom ze dus die césuur gemaakt hebben tussen Noord- en Zuid-Gaza... Omdat ze natuurlijk niet kunnen, dat kanaal komt namelijk in Noord-Gaza, komt dat naar de Middellandse Zee. En dan kunnen ze natuurlijk niet hebben dat daar Hamas aan de rand van dat kanaal zit, terwijl al die schepen daar door moeten. Dus daarom zou je ook zien dat Noord-Gaza, daar gaan ze, daar komen in no time komen daar settlers. Er worden in Amerika, dat Kees zei al, oceanfront properties worden er verkocht aan Joden alleen. Daar is overigens een juridische procedure over opgestart, omdat dat in de Amerikaanse wet verboden is. Ja. Maar dat is van groot belang. En verder het Levitian gasveld wat daar voor de kust ligt. Zodra Israël zou erkennen dat Palestina in staat is, of als onderdeel met de Gazastrook erin, dan moeten ze ook toestaan dat geweldige gasveld, wat daar maar op 60 meter diepte, dus zeer makkelijk te exploreren is, dat de inkomsten daarvan ook naar de Palestijnen gaan. Ja, en daar zou dan een met EU-subsidie aan te leggen pijplijn, de East Med pijplijn, via Cyprus en Griekenland naar de hiel van Italië gaan. En dat is in principe een Palestijns... Nee, een Israëlische pijplijn. Ja, dat begrijp ik. Maar dat gasveld ligt voor een groot deel voor de Gazastrip. Voor de Gazastrip. Dus is in principe
Palestijns grondgebied. Ja. Palestijns bezit. Volgens internationaal Palestijnen recht. Mogen niet eens met roeiboten de zee op om daar een netje uit te gooien om vissen te vangen. Nee. Dames en heren, hoe gaan we hier tot slot dan? Hoe gaan we hier in godsnaam uitkomen? Gaan we hier uitkomen? Nou, en wat zou er volgens jouw inschatting moeten gebeuren? Nou, ik denk dat de twee-staten-oplossing, die wordt door Israël niet gewenst. Mm-hmm. En die is niet te realiseren vanwege de settlers die daar zitten. Dus ik denk dat er maar één oplossing is. En dat ik zie dat in het creëren van een nieuwe Verenigde Naties. Je moet je voorstellen als er 193 fundamentele grote landen zijn. Hè? Die landen die dat dan niet erkend hebben, dat zijn... Maar het zijn 193 landen erkend door de Verenigde Naties op dit moment. Maar er zijn 143 die Palestina hebben erkend. 141. Nou, dat zijn toch hele forse landen. En dan is dat Micronesië en hoe heet het, al die kleine eilandjes. Mm-hmm. Die hebben dat dan nog niet gedaan. Je kunt je toch de frustratie voorstellen van zo'n orgaan. Wat dan vervolgens sancties wil opleggen die uitgevoerd moeten worden door de Veiligheidsraad. En die continu geconfronteerd worden in een geocidale situatie. Dat de Veiligheidsraad iedere keer zegt, gaan we niet doen. Ja, die mensen die ontploffen. Dus die gaan... Ja, maar het grote probleem is natuurlijk eigenlijk ook al sinds de Oekraïne-Rusland oorlog. Dat de Veiligheidsraad met die 5 permanente leden... waarvan 3 westerse en 3 niet-westerse, Rusland en China, eigenlijk gewoon pad staat. Gewoon buiten spel is. Geen factor meer dus is. Of het veto, omdat er geen gemeenschappelijk besluit genomen kan worden. Of het vetorecht moet weg. Maar ik denk dat er de tijd rijp is voor een nieuwe Verenigde Naties. En dat de Afrikaanse landen daar een veel belangrijkere stem in krijgen. En Zuid-Amerikaanse landen een belangrijkere stem. Aziatische landen. Ja, want hoe je het ook keert of wendt, de Verenigde Naties is natuurlijk uit een Anglo-Saxisch putje vandaan gekomen. Meneer Rothschild dat opgericht. Hè. Men denkt dat de staten zijn, maar dat is niet zo. Het is meneer Rothschild die het opgericht heeft. En er zijn dus die mevrouw Bailey. Er was vroeger een volkerenbond in 1945 na de Tweede Wereldoorlog. Is de Volkerenbond een nieuw initiatief geweest, dat heet de Verenigde Naties. Ja. En daar waren in eerste instantie natuurlijk met name de westerse landen dan lid van. Het was een coalitie van de overwinnaars in de oorlog. Ja. Dus een coalitie van de overwinnaars in de Eerste Wereldoorlog, gevolgd door een coalitie van de overwinnaars in de Tweede. Amerika 22%. Met als cosmetische aanpassing een veiligheidsraad, omdat de Volkerenbond was natuurlijk bezweken aan het feit dat elke grootmacht die voor het blok werd gezet, Duitsland, Japan en Italië, die zei als die veroordeeld werd, nou dan gaan we toch gewoon uit. Dus men wilde een veto om te zorgen dat een grootmacht nooit in de positie komt dat hij zijn eigen belangen moet verloochenen. Ja. Nou, dat was het idee. Maar het is nu uitgespeeld. Het is volledig verlamd. Ja. Ja, het is internationaal. Maar ja, de vraag is even terug naar Israël. Hè? Hoe komen we uit Israël-Palestina? Want we praten abstract over de hele Veiligheidsraad en de Verenigde Naties, maar dat is natuurlijk veel groter. Het gaat nu met name over hoe maken we een meer duurzame oplossing voor, laten we zeggen, dat toch wel vrij kleine gebied ten westen van de Jordaan, waarin sinds 1947 dan volgens de VN 2 staten zouden moeten bestaan, namelijk Israël en Palestina. Israël is zichzelf aan het opheffen. En Kees, misschien moet jij daar dan nog even wat over zeggen. Kijk, met terugwerkende kracht kunnen we nu vaststellen dat de staat Israël als een sionistische formatie zijn bestaansrecht heeft verspeeld. En het is helemaal niet zo bijzonder om vast te stellen dat een staat die er niet in slaagt, zoals in dit geval, om in 76 jaar, of wat is het precies, tot een normale relatie met een groot deel van zijn bevolking en met zijn buurlanden te komen, die heeft geen bestaansrecht meer. En er zijn ook andere staten die mij meer aan het hart gaan, zoals de Sovjet-Unie, de DDR, Tsjechoslowakije. En die zijn ook verdwenen. Ja. Die zijn opgegaan in iets heel anders. En ik persoonlijk betreur ik dat. Ik had liever gehad dat het staatssocialisme zich tot een democratisch socialisme had ontwikkeld. Ja. Dat is helaas niet gebeurd. Nou, met Israël hebben we te maken met een racistische formatie. Apartheid. Die
die geplaatst is in een gebied waar die helemaal niet thuis hoort en waar zijn tradities ook niet op van toepassing, niet werkzaam zijn. Die staat heeft door een heleboel omstandigheden die ik hier niet hoef te herhalen, bijna of meer dan 75 jaar bestaansrecht gekregen en is getolereerd door allerlei vervlechtingen ook die in de media en de politiek enzovoort. Ja. En dat is nu afgelopen. Dus Israël moet, als het aan mij ligt, maar ik ben verder geen stem, maar volgens mij wordt dat de oplossing, opgaan in een democratisch Palestina. En ik mag hier wel aanhalen dat Nasrallah als een van zijn laatste uitspraken heeft gedaan, is geweest dat hij zei, eigenlijk moet het zo zijn dat in dat nieuwe democratische Palestina alle settlers die gearriveerd zijn in Israël nadat die staat eenmaal gevestigd zijn, dat die weer teruggaan naar New York en naar Frankrijk en naar waar ze ook vandaan komen. Ja, maar Kees, luister jongens, ik vind dat dus wel heel vergaand. Kijk, ja, ik ook. Daar hebben ze hard aan gewerkt. Nee, maar dat begrijp ik. Maar de realiteit is dat de wereldgemeenschap, bij monden van de Verenigde Naties, in 1947 dat opdelingsplan heeft gemaakt. De realiteit is dat in 1948 op basis van dat opdelingsplan de staat Israël is opgericht. De realiteit is dat er inderdaad enkele honderdduizenden mensen toen in de jaren 20, 30, 40 daar zijn gekomen. Maar de realiteit is ook dat er natuurlijk een tweede generatie is, een derde generatie is, een vierde generatie zelfs is, die de afgelopen 75 jaar de staat Israël, ook de hele infrastructuur, heeft opgebouwd. En de realiteit is dat heel veel mensen zich daaraan, of het leuk vinden of niet, en wat ze ook allemaal misdaan hebben, en daar hebben we denk ik ook niet zoveel verschil van mening over hier, zich gebonden voelen aan de staat Israël. Hmm. En je kan ook zeggen, ja, de staat Duitsland heeft zich in de 20e eeuw ook nogal hier en daar misdragen. Er zijn er meer straten trouwens. Nu weer. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië hebben ook nog. Nederland heeft zo nu en dan ook niet zo'n hele fijne geschiedenis. Maar dat betekent niet dat je hele staat kan opheffen. Want daar wonen mensen. Ja, en die mensen zijn ook gebonden aan een bepaald soort... Ik zeg ook niet dat Israël gestraft moet worden voor zijn misdaden door opheffing van de staat. Ik zeg dat er een objectieve onmogelijkheid is om een staat van het type Israël, namelijk een racistische apartheidstaat, te handhaven in een Arabische moslimomgeving die niet gediend is van deze staat. En dat kan je helemaal, wat er nu gebeurt heeft één voordeel tussen aanhalingstekens, en dat is dat je terugkijkend kan zien, maar eigenlijk is het nooit anders geweest. Ik bedoel, de Nakba, het verjagen van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking, dat was de eerste... 1948. Ja, dat was de eerste misdaad van het type zoals nu. Nog veel bloediger, nog maar veel cynischer. Maar is dan niet, hè, ik denk dat we wel door de twee staten oplossing en vervolgens naar een confederatie moeten zijn, is niet, als ik roep, dat een van de grote problemen is geweest dat we in 1947 dat besluit hebben genomen als wereldgemeenschap. In 1948 heeft Israël haar staat opgericht, is dat we maar de helft hebben uitgevoerd. Namelijk tot op de dag van vandaag, met name in Nederland, wordt de staat Palestina niet erkend. Mijn stelling is, dat klopt. De staat Palestina moet allereerst door ons, door de Verenigde Staten, door Groot-Brittannië, door Nederland worden erkend. Dat is bijna niet zeggend gevaar. Op dat moment krijgt die staat Palestina meer status en krijgt een gelijkwaardige positie om te onderhandelen met de staat Israël onder leiding van de Verenigde Naties. Of welk orgaan dat dan ook zou moeten zijn. En dat betekent dat de 600.000 Joodse kolonisten in de Westbank plotseling wonen in Palestina en zich zullen moeten realiseren dat het land waar ze wonen Palestina is. En dat betekent dat op dat moment Israël gedwongen wordt, hè, wil ze die 600.000 mensen niet helemaal in de steek laten, die staat Palestina, die internationale erkenning heeft, in onderhandeling te gaan. Heb je gehoord wat de vertegenwoordigers van de settlers in de Westbank gezegd hebben daarover? Nee. Dat als meneer Netanyahu zou zeggen van jullie moeten nu vertrekken, dat ze zich
met hand en tand zullen verdedigen. Meneer, het Israëlische leger is niet in staat om de settlers uit de Westbank te krijgen. Nee, maar het Israëlische leger wil de settlers helemaal niet uit de Westbank. Ik wil de settlers ook helemaal niet uit de Westbank. Ik denk dat de settlers in de Westbank wonen. Er wonen 1,2 miljoen Arabieren in de staat Israël, 1,5 miljoen. Er wonen 600.000 Joden. Die Joodse kolonisten wonen in Palestina. Dat is de internationale positie. Er is een opdeling gemaakt. En daar hebben de Palestijnen al een heel klein stukje overgehouden van wat eigenlijk hun totale land was. Ja, op basis van de Bijbel en op basis, zoals mevrouw Danielle Wijs zegt, Abraham en Jacob, die hebben dit land aan ons gegeven. Ja. Nou, het is niet te hopen dat de kaninefaten in Nederland komen, want dan nemen ze de hele Randstad vervolgens weer. Maar goed, dat is het punt. Zij gaan daar gewoon niet weg. En hetgene wat er van de Westbank over is, kijk naar de kaart. Als je ziet wat nog Palestijns is, dat is de minderheid. En bovendien, alle heuveltoppen, alle strategische punten zijn door de settlers ingenomen. Alle bronnen zijn ingenomen. Alle wadi's hebben ze onder controle. Dus ja, hoe zou je dat dan willen? Nou, het begint. Die mensen gaan dat er nooit is niet meer uit. Iets wat zij uit moeten onderhandelen. Dat is iets wat de internationale gemeenschap via de Verenigde Naties... Dat is nog helemaal niet. Nee, maar de Verenigde Naties... Ja, maar wij beslissen op internationaal niveau of we een staat erkennen, ja of nee. Ja, die nou staat, eens, ik bedoel, waar ligt nou de hele discussie? Denk nou eens terug aan die foto die we net zagen met Jezogus van der Plas en dan naast zo'n Israëlische functionaris met zijn kappeltje. Ja, dat Wilders. Dat zijn dan de mensen die... moeten gaan doen wat jij hier als bijna onmogelijke taak zet. Ja, maar kijk, dat is... Wij zitten volledig in de zak van die Israëlische... Ja, maar kijk, het probleem ligt natuurlijk wel inderdaad, want wij hebben daar... Wij zullen wel volgen. Nederland volgt namelijk meestal de Verenigde Staten, het enige land. Ja, dat is eenmaal zo ook in oorlogen. Het enige land wat dat blokkeert op dit moment met macht is de Verenigde Staten. Ja. Verenigde Staten staat daarin. Engeland. Nou. Maar staan daarin ook natuurlijk voor een groot deel geblokkeerd. Engeland en Nederland doen net of hun neus bloed. En ze, op het moment dat die vraag komt, wilt u de staat Palestina erkennen? Dan stemmen ze neutraal. Met andere woorden, ze stemmen blanco. De bron van het sionisme zit in Engeland op. Ja, maar je kan je voorstellen dat er op een bepaald moment toch een gedachte komt om te zeggen, oké, we erkennen de staat Palestina die door het overgrote deel van de wereld is wel, dan krijgt Palestina een officiële soevereine status en moet onderhandelen over een confederatieverdrag tussen Israël en Palestina. Wie krijgt dan de atoombommen? Nou kijk, ik denk dan zijn er twee staten. Israël en Palestina, en die worden in een confederatieverdrag samengeboord. Maar dat betekent praktisch gezien dat die 600.000 settlers, die ook helemaal niet weggaan, die moeten ook helemaal niet weggaan, dat die formeel gezien op Palestijns grondgebied wonen. Ja, dat is de werkelijkheid. Dat is naar internationaal recht namelijk de werkelijkheid. Alleen, dat beseffen die mensen niet. En waarom beseffen die dat niet? Omdat er geen volledige erkenning is van de soevereine rechten van de staat Palestina. Kijk, eigenlijk is het natuurlijk hetzelfde als met Amerika. Amerika is de hegemonie van de wereld aan het verliezen. En Israël heeft de hegemonie in het Midden-Oosten gehad vanwege het feit dat zij over atoombommen beschikken en de buurlanden niet. Ja. En die hegemonie willen ze houden. En daarom is Iran, omdat dat een atoomprogramma heeft, en de grote Satan en de grote vijand. Want zodra ze Iran uitschakelen, ja, dan proberen ze op die manier hun hegemonie weer terug te krijgen. Daar kan je nog een heel ander verhaal bij vertellen. En dat is natuurlijk dat Israël heeft vier oorlogen. 48, 56, 67, 73. 73 was kantjeboord. Toen heeft de nieuwe regering van het Likud-blok, van Begin, die heeft in 1979 de eerste conferentie georganiseerd over de oorlog tegen de terreur, waar eigenlijk het plan werd ontvouwd. Weet je wat, wij voeren geen oorlogen meer tegen onze buren. We hebben hier een lijst van staten die ons omringen, die allemaal terrorisme onderdak bieden. En die moeten door Amerika met een coalitie die daaromheen wordt gebouwd, verslagen worden. En wij zijn toeschouwer, wij doen niet meer mee.
Die hele lijst is afgewerkt. Alle staten die op die lijst staan. Hè, die, ik weet niet of je dat beroemde citaat kent van Wesley Clark. Ja. Dat hij op het Pentagon te horen krijgt van we gaan die en die staten gaan we, ja, ja. Bestrijden. Nou, die lijst, dat was wat ja. Bush destijds noemde die acts of evil. Ja. Ja? Ja, nou meer dan dat. Namelijk ook landen als Somalië, Sudan, die een beetje marginaal zijn in dat opzicht. Die hele lijst is afgewerkt. Sudan is opgesplitst, Somalië is aan de... al die Irak bestaat niet meer als functionerende maatschappij. Libië maar niet. Maar er is nog één staat die niet, waar men niet aan toegekomen is in dat project van de oorlog tegen de terror. En dat Iran. Is Iran. Ja. Nou, en Rusland of... Israël is nu bezig. Hè? Vergeet niet dat Netanyahu toen nog ambassadeur bij de VN voor Israël. Nee. Voorzitter was in 1984 bij de tweede grote conferentie over een oorlog tegen de terreur. Waar het, ik heb daar thuis de documentatie van. Daar kan je helemaal in lezen hoe ze zich dat voorstellen. Terreur is eigenlijk maar een trigger. Mm. Het gaat erom de staten aan te pakken. Die de onderdak bieden aan de terroristen. En Netanyahu wil nu tot iedere prijs proberen Amerika zover te krijgen dat zij de strijd tegen Iran aanbinden. Want Israël zal dat hopeloos verliezen. Laten we dat niet onderschatten. Dat is nu gebleken met die raketaanval van Iran op het vliegveld van Israël. En de Houthis alleen. De vraag is natuurlijk in hoeverre de Amerikanen zich daarin willen laten zetten. Nou, dat gaat verrassend ver. Ik kijk elke ochtend naar antiwar.com. Een hele belangrijke conservatieve anti-oorlogssite. En vanochtend de hoogste prioriteit hebben de twee plannen. Amerika overlegt nu met Israël welke doelen ze gaan aanwijzen voor een Israëlische tegenaanval. Generaal Kurilla daar aanwezig. Precies. Alle topfiguren. Ze zitten daarbij en die mensen hebben echt genoeg te doen om geen tijd te verspillen aan dingen die verder geen rol gaan spelen. Dus het is huiveringwekkend dichtbij. Volgens mij zal Iran nooit kernwapens gebruiken, omdat de kernwapen op dit moment eigenlijk een beetje ingehaald wordt door de hypersonische raket. En die heeft Iran al en Rusland voert op dit moment wapens zoals de S-400 ultramoderne afweerraketten naar Iran uit. Ik denk gewoon om de afschrikking op te voeren, zodat Israël het uit zijn hoofd zal laten om zijn kostbare luchtmacht in te zetten. Ook al gelet op de afstand. Hè. Ze moeten dan op één motor daarheen vliegen. En dan nog gewoon met de ANWB terug. Als ze terugkomen. En tussentijds tanken. Dus, ja. Dus die raketten die zijn veel vlugger in Israël dan de F-35's in Iran zijn. Ja. Daarbij begrijp ik dat de nucleaire installaties in Iran zwaar onder de grond liggen. Ja. Waardoor ze die waarschijnlijk sowieso niet kunnen raken. Het schijnt ook zo te zijn dat de Iraniërs erin geslaagd zijn om het systeem van verdediging. Dus de Iron Dome en de David Sling, om die te hacken. En dat de reden is waarom die systemen niet gewerkt hebben. Want er zijn echt tientallen raketten zijn er ingeslagen. En iedereen die verbaasde zich erover hoe dat mogelijk was. Ja. Interessant dus, is trouwens dat een journalist van de Grey Zone, ik ben even zijn naam kwijt. Die is Max Blumenthal. Nee. Mathé. Nee, ook een andere naam. Die is in Israël gearresteerd omdat hij een documentaire had gemaakt. Die ook op Twitter te zien is. Waarin je kan zien wat de schade is die de Iraanse raketten hebben aangericht. Ja. En nu is hij gearresteerd en hij is incommunicado afgevoerd door de Israëlische autoriteiten. Nou, daar hebben ze een embargo voor afgekondigd. Ja, want dat mag namelijk niet. Je mag niet vertellen dat die raketten wel degelijk doelen hebben getroffen. Oké. Nou, mag ik nog iets zeggen? Tot slot, laatste woord. Wat zou je ervan vinden als we alles eens volledig demilitariseren? Ja, dat lijkt me eigenlijk sowieso voor de wereld en voor al deze verschrikkelijke conflicten eigenlijk een heel goed advies. En we hopen dat de regering Schoof daar binnenkort mee aan het werk gaat. Ja. Ik wil u hartelijk danken voor de aandacht. Natuurlijk hartelijk dank ook mijn gasten. En het volgende special wordt waarschijnlijk een special over de BRICS. Hartelijk dank en tot ziens.